En dat geding werd vooral een langdurig gehakketak tussen de partijen over bedragen en wat je met een bepaalde som geld wel of niet kan bouwen. De vier klagende architectenbureaus denken dat, anders dan steeds is gezegd, de beoordelingscommissie van de gemeente alleen maar naar het bijzondere van het ontwerp heeft gekeken. De andere richtlijnen, zoals bijvoorbeeld de duurzaamheid, zouden minder belangrijk zijn geweest. Als ik excellente architectuur uiteindelijk het allerbelangrijkste vind, dan plak ik daar een sticker 50% op. En dan weet u, het moet echt een verduveld mooi plan zijn, want anders gaat u het niet redden. Nou, de commissie zegt eigenlijk in de eindbeoordeling, zo hebben wij het bekeken, zo hebben wij het aangepakt. Maar hoe dan die verhouding met die andere criteria is geweest, dat blijkt dan niet. Nou, we hebben gezegd dat is in strijd met de wet. En dat steekt de architectenbureaus. Ook snappen ze niet dat de beoordelingscommissie al binnen een week alle ingediende begrotingen had doorgespit en kon bepalen dat alle kandidaten duurder waren dan de gevraagde 65 miljoen euro. De vraag is, wat is er bekeken? Onze stelling is, binnen die week die men had, kan er nooit op voldoende detailniveau goed naar gekeken zijn. Na veel doorvragen van de rechter bleek dat alleen OMA van Rem Koolhaas en één ander bureau duurder waren dan 65 miljoen. Het bureau van Koolhaas zei dat komt door allerlei extra's. Het basisontwerp zou wel binnen de marge blijven, maar de andere bureaus twijfelen daaraan. De bieding van OMA voldoet niet aan de minimumeisen, had van meet af aan moeten worden uitgesloten. De gemeente Rotterdam weerspreekt alle kritiek en zegt dat alles wel degelijk goed is verlopen. De gemeente heeft de architectenselectie voor het nieuwe stadskantoor eerlijk, objectief en transparant vormgegeven. Van favoritisme en willekeur is geen sprake geweest. Door middel van een deskundige beoordelingscommissie zijn de schetsontwerpen objectief beoordeeld. De daarbij gegeven motivering kan de keuze voor OMA goed dragen. Er zijn dan ook geen goede gronden om tot een herbeoordeling over te gaan, laat staan tot een nieuwe architectenselectie. De uitspraak is over 2 weken.